Hoi, dit is Stieke van Gezin op Reis. Leuk dat je weer naar mijn weekvlog kijkt. Ik heb deze week gewoon her en der wat gefilmd en ik laat je zien hoe zo'n gemiddelde week er een beetje uitziet. Het is zondag en het zonnetje schijnt en het wordt echt een beetje lente en we zijn er lekker op uit. En we zijn bij Kasteel Kannenburg en hier is een balletvoorstelling over het lelijke jonge eendje. En dat vindt Isis natuurlijk hartstikke leuk, dus daar zijn we vandaag even naartoe. En normaal gesproken doe ik trouwens eigenlijk echt niks met de dingen die wij in het weekend doen qua leuke uitjes of zo. Aan het begin van de Gezin op Reis heb ik dat een tijdje wel gedaan. Maar ik vond het gewoon niet meer leuk, weet je. Dan was ik gewoon elk weekend, als ik op pad was, dan was ik ook nog weer aan het fotograferen. Ook nog weer met het blog bezig en zo. En ik merkte ook dat mijn dochter daar gewoon geen zin in had om dan ook nog weer op de foto te moeten. Dus daarom doe ik dus ook eigenlijk niet echt dagjes uit op de site, maar echt alleen weekendjes weg. En ik maak nu natuurlijk wel gewoon wat foto's en soms combineer ik dat dan tot een verzamelblog. Maar ik ga niet over elk kasteel of dierentuin een apart verhaal schrijven. En Isis, wat vond je ervan? Nou ja, ze vond er dus echt geen klap aan. Volgens haar was het geen echt ballet omdat mensen verkleed waren. En toen gingen we nog naar een eetfestivalletje, wat wel superleuk was, maar eigenlijk ook heel koud. Okay. Nou, en vandaag ga ik een fotoshoot doen, want ik heb wel profielfoto's, maar die zijn echt van 4 jaar geleden toen ik voor het eerst met Marcel een weekendje weg was. Dus tijd voor wat nieuws. En we doen net alsof het helemaal niet koud is en super zonnig. En dit is trouwens mijn fotograaf Gietje. Nou, dit is dus Gietje en die gaat fotograferen en we hebben assistentie. Dit is de zon. Oh my. Nou, nog een keer die echte lach. Oh ja, de echte lach. En vandaag is het donderdag en vandaag heb ik een meeting met een andere blogger, met Saskia van Kids Erop Uit. En we hebben net een call gehad en nu kan ik jullie eindelijk gaan vertellen wat we in de meivakantie gaan doen, want we gaan namelijk interrailen. Kijk, ik heb hier mijn tickets en Marcel's ticket en Isis' ticket. En blog is natuurlijk hartstikke leuk en het is geen wedstrijd wie de beste blogger is. Behalve nu is het wel een wedstrijd. En natuurlijk wil ik winnen, want wat gaan we doen? Wij gaan interrailen met de backpack, dus super low budget. En dat mag ook wel een keer, want ik ben natuurlijk net naar Zuidoost-Azië geweest met Isis. Dus wij gaan kijken hoe het is om te interrailen met een klein budget. En Saskia die gaat kijken hoe het is om te interrailen met grote, dikke koffers, waar je dan mee door de trein moet lopen. Wie denken jullie dat er gaat winnen? Nou, wie denk je dat er gaat winnen, Saskia? Ja, wij natuurlijk, want wij hebben hele handige koffers bij ons op wieltjes. Oh. Het wordt in ieder geval superleuk en ik hoop dat jullie tijdens de meivakantie ook met ons mee gaan reizen. Wij beginnen onze interrailreis helemaal in Italië, helemaal onderin. In Sicilië en dan gaan we daarna met de nachttrein naar Rome en ik zal de hele route nog wel delen, maar wij beginnen in ieder geval helemaal beneden en Saskia begint vanuit Nederland en dan ontmoeten we elkaar, als het goed is, in Zurich en dan zullen we wel zien wie er gewonnen heeft. En vandaag is het vrijdag en omdat de juffen ziek zijn begint Isis vakantie een dagje eerder. Dus ik heb bedacht dat ik met haar en een vriendinnetje een dagje naar Zwolle ben. Want daar zijn nog een aantal dingen zoals het Dino Park, waar ik nog niet geweest ben. En die ik voor een blog bij Gezin op Reis, voor een blog op Gezin op Reis. Dus ook nog graag een keer zou willen testen. Dus het is best wel koud, maar wel zonnig. Dus we maken er gewoon een leuke dag van. En ik ben bij Winterdinoland. Ja, daar op de achtergrond gaat een dino tekeer. Hey, hou je mond, man. Sst. Oké. En daar gillen ze dat ze op een dino zitten. Maar serieus, het is echt veel leuker dan ik verwacht had. Ik dacht, nou ja, zo'n dinopark, dat hebben we nou wel een keertje gezien. Een beetje een paar van die opgezette dino's die een beetje eng doen. Altijd hartstikke leuk. Maar je kunt echt bij je dino
Ik weet niet eens hoe het precies heet. Maar in ieder geval het dino-geval in Zwolle. Daar kan je ook opgravingen doen. En we hebben 3D-filmpjes gekeken die niet eng waren. Wat ook wel heel erg fijn is. En we hebben gezeefd en zelf dingen gebouwd en gekleurd. En onze eigen dino's geknutseld. Dus het is echt... Ik denk dat we in de zomer nog een keertje terug gaan komen.